bevordering van hulp aan elkaar en tegelijkertijd genieten van jazzmuziek. Dat was voor Spice Quest de reden om een jazzavond te organiseren met als thema Kongaki. Dat staat voor Kom Hier. In de Saramakaanse taal. Deze jazzavond werd gehouden op het terras van Spice Quest. Met het schenken van een levensmiddel als toegang heeft de leiding van Spice Quest getracht bij te dragen aan het helpen van bejaardentehuizen Emma. Nancy Simonson, directeur van het bejaardentehuis, stelt deze gesten zeer op prijs en zegt dat het een enorme steun zal zijn voor het tehuis. Gezien de financiële situatie waaronder ons land gebukt gaat, is elke vorm van gift welkom. Deze avond betekent heel veel voor Huis en Emma. Gezien we in een hele moeilijke economische situatie zijn in Suriname op dit moment, is het ook heel uitdagend voor ons als tehuis om het huis runnende te houden. Maar we zijn heel erkentelijk met wat onze buren, dat is Spice Quest, allemaal elkaar heeft gezet om Huis en Emma op zo'n manier te ondersteunen. Directeur van Spice Quest, Patrick Woei, vond het een genoegen voor het restaurant om te helpen. Kijkende naar de uitdagende tijd waarin we leven, streeft het restaurant ernaar om op zoveel mogelijke en creatieve manieren te helpen waar nodig. De mensen van Huizen Emma waren zo gracieus om hun gevel aan ons te lenen. En omdat wij hier leven, we zijn de buren van ze, we zien wat er allemaal gebeurt. Hebben we ook gezien dat er een nood is. En wat we toen hebben gezegd, van wij zetten de stoelen klaar voor de mensen om te komen genieten van de muziek. Het enige dat we vragen is als je een blikje conserve mee komt nemen. En het doel was 100 blikjes, maar ik denk dat we dat ver voorbij zijn gestreefd. Volgens Woei is het de bedoeling om nog meer van zulke projecten te organiseren. Allemaal bedoeld om de nodige ondersteuning te bieden.